Door de steeds stijgende prijzen in de wereld is de vraag naar landbouwproducten uit de regio gestegen. Daar kan Suriname goed op inspelen. Dit haalde Ashwin Gangadin onder directeur Landbouw Oost aan tijdens een workshop kennisdeling en deconcentratie, welke is georganiseerd door SAMAP en agro-exporteurs. Ze namen deel aan het Agri Investment Forum dat in augustus is gehouden in Trinidad en Tobago. Middels deze workshop hebben de agro-exporteurs hun kennis over het Agri-forum met andere boeren gedeeld. De bedoeling is dat ze de gaten in de markt identificeren om zodoende hun export te verbeteren. Gangadin zegt dat het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt ook continu werk verzet om de export van Surinaamse landbouwgewassen te verbeteren. Helaas is het ook belangrijk dat Suriname en de agro-stakeholders deelnemen aan internationale en regionale exposities, evenementen en haar producten en haar potentie ter lande laten zien. Tegelijkertijd biedt dit ook de mogelijkheid om te netwerken en zaken en relaties aan te gaan. Met een sneeuwbaleffect voor de agrosector en leden van de waardeketenplatformen, zeker met betrekking tot de invulling van de gevraagde hoeveelheid. Om meer structuur te geven aan de deelname van Suriname aan dit soort evenementen, heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij in samenwerking met SAMAP en de twee waardeketensplatformen, namelijk voor cassave, fruit, groenten, export en andere stakeholders, een open interactieve dialoog gevoerd met stakeholders waarbij aandachtspunten voor deelname van Suriname aan dit soort evenementen zijn meegenomen. Erik Ceballos, Chief Technical Advisor FAO, hield de boeren voor dat er voornamelijk gelet moet worden op de veranderingen in het huidige exportsysteem. Hij wees hen erop dat er elk jaar iets verandert. En om te blijven exporteren, zullen ze op deze veranderingen moeten inspelen. And the markets are changing every day. And the opportunities come up and sometimes go down. So it's a very dynamic process. This workshop is to share experiences based on concrete market opportunities for Trinidad and Tobago and Barbados. And it's the result of an effort that's led by the government, the Ministry of Agriculture and others, as well as the private sector, to see and position better the market. Tijdens de workshop die gisteren is gehouden in het SAIS-gebouw hebben de agro-exporteurs die deel hebben genomen aan het Agri-forum vooral gewezen op nieuwe en potentiële export- en zakelijke kansen in het buitenland.